De kandidaten zijn bekend van seizoen 21 van Wie is de Mol? Dat niet alleen, we hebben ook al een preview gezien van opdrachten. We hebben de leader gezien. We hebben de eerste hint naar de Mol. En in de leader zie je meer dan je denkt. Zo zie je ook bijvoorbeeld een aantal stoeltjes dat klaarstaat voor een executie. Oftewel, we weten welke opdracht. Wanneer heeft plaatsgevonden. Dus veel te bespreken. En dat mag ook wel. Want ik heb er ontzettend veel zin in. Om weer te gaan kijken. Naar het nieuwe seizoen. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Nou, om maar meteen. Die gigantische olifant in de kamer te benoemen. Nee, ik weet ook. Van heel veel mensen niet wie het zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik zag dat social media weer helemaal plat ging. Met. Oh, die mensen heb ik nooit gekeken. Oh. Doen onbekende Nederlanders nu mee? Jongens, het maakt niet uit. Het wordt gewoon alsnog hartstikke leuk. Je leert iedereen kennen in de serie. En ik denk wel dat het een hele leuke, diverse groep is dit jaar. Van jong tot oud, van serieus naar iets minder serieus. Het lijkt wel heel erg leuk en gevarieerd. Nou, ik ga niet op iedereen toelichten wat ze allemaal doen. Maar om je een beetje een idee te geven in 10 seconden wie daar allemaal meedoen. Dan zijn dat Charlotte Nijs, Erik de Zwart, Florentijn Hofman, Joshua Nolet, Lakshmi, Swami, Persaud. Marij Knevel, Remco Veldhuis, René Fokker, Rocky He. 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 K. Ja. En, en Splinter Shabot. Eén van hun is de mol, en de rest gaat de mol ontmaskeren. En dat doen ze dit jaar in Tsjechië. Ja, we hebben wat beelden gezien van Tsjechië. We wisten natuurlijk al eerder dat het Tsjechië was. Maar man, wat een prachtig land. Ik ben er zelf ook een keer geweest. En ik weet zeker dat de crew weer perfecte plaatjes heeft gevonden in Tsjechië. En over plaatjes gesproken, we zagen ook al wat opdrachten langskomen. Er waren namelijk een aantal dingen die mij best wel aanspraken in de leader. En daar gaan we nu naar kijken. Allereerst zie je natuurlijk gewoon super vette shots, prachtige gebouwen, splinters hier tegen een muurtje aanstaan. Dan zien we een of andere auto rondrijden. Uh, het zal vast wel een soort van cross-opdracht zijn dat ze de kratten van plek naar plek moeten verplaatsen. Uh, Charlotte zien we tussen de bloemetjes doorlopen en dan zien we een oud mol. Ik weet niet wie het is, of het nou Merel is of een andere oud mol. En die heeft het weer over wat hoor je. En dat hebben ze natuurlijk ook al eerder gedaan toen de bekendmaking kwam. Was het ook al eens van let goed op, luister goed. Het lijkt wel alsof er veel ...met audio te maken heeft dit jaar. Misschien heeft dat ook weer iets te maken met Erik de Zwart... ...die natuurlijk radio-dj is of was. Ik weet niet of hij het nog doet. Want ook later in de opdrachten komt er weer iets van audio naar voren. Nou, we zien de charlotte door de bloemetjes lopen. We zien een grot. En daar zien we dan ook weer iemand... Yo, wat een creepy shot! We zien we daar op de muren geprojecteerd. Dit is niet de mooiste shot wat ze hadden kunnen kiezen. My god! <laughs> daar zegt in ieder geval een oud mol... ...wat weet je? Nou, daar zien we Remco Veldhuis zien we staan. We zien... Een soort van hotelkamer, maar wel met een uh, laptop daar staan. Misschien moet daar een test ingevuld worden. We zien ook twee enveloppen op de kussens liggen. Of eigenlijk voor de kussens of naast de kussens. Het is maar net hoe je het wil noemen. En een schommel. I mean. Ik heb nog nooit een hotelkamer met een schommel gehad. Dus ik weet niet of dat iets voor de opdracht gaat doen. Maar ik vind het in ieder geval een fantastisch idee. Volgende hotel waar ik heen ga, verwacht ik ook een, een schommel. Nu. Dan zien we ook een soort van camera met daarachter. Ja, zo'n zo soort van lichtgevend bord. Ik heb even gekeken naar de letters. De letters staan gewoon op alfabetische volgorde. Maar misschien kan je door middel van die camera. Moet je foto's maken van de letters? Of, of zie je bepaalde letters beter? Uh, ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. En als we iets verder gaan, dan zien we ook dat een kamer omgebouwd is tot een soort van escape room. Het lijkt een beetje een crime scene. Um, je ziet ook brandplussers daarachter. Dus daar moet ze iets mee doen. Ik zie trouwens nu rechtsachter zie ik ook weer die box met letters staan. Dus ik denk dat het een soort van escape room is. En als je het goed opvalt, is dit een hotelkamer. Waarschijnlijk in hetzelfde hotel als de kamer daarvoor. Want we zien ook hier weer de enveloppen. Uh, ...op de kussens liggen. Of naast de kussens, of je weet wat ik bedoel. Het zou dus best wel vet kunnen zijn dat de kandidaat op een gegeven moment... ...terugkomen van een opdracht, in hun kamer komen, denken ze van... ...nou, nah, ik ga even relaxen. En dat dan hun kamer is omgebouwd tot een crime scene. Ik denk dat het iets in die richting gaat worden. En dat ze dan dus op die kamer de opdrachten moeten gaan uitvoeren. Afijn, we gaan door en we zien daar ook nog wat kaarten op de muur hangen. Dat zal ook wel te maken hebben met diezelfde opdracht... Uh, we zien René. Zien we voor een beeld staan. Hele coole pose René. Let's go! Dan hebben we een, een soort van traject. Je ziet allemaal uh, ja, trucks staan. Maar ze zijn wel afgezet waardoor je er omheen moet. Het lijkt wel een soort van parcours. Dus wellicht dat je iets van de ene kant naar de andere kant moet brengen. Uh, ja, en dat je dit parcours moet gaan ontwijken. We zien in het shot daarna zien we ook een auto rijden. Uh, het zou best wel kunnen dat ja, die er iets mee te maken heeft. We zien ook nog een vliegtuig. K. die even lekker ondersteboven gaat. Ja, Rick zei al, het, het wordt een intens seizoen. En dat, dat denk ik ook wel. Je ziet echt wel heel veel intense opdrachten langskomen. Maar ik juich het alleen maar aan. Je ziet het ook in de Vlaamse Wie is de Mol. Waar ze ook gewoon net een stapje verder durven te gaan. Natuurlijk heb je nu in Nederland ook te maken alsnog met BN'ers... En moet je denk ik wel een beetje oppassen dat je ze niet te ver laat gaan. Maar ik vind het wel leuk dat, dat Wiestemel ook wel even weer iets meer durft te doen. Ook zo'n andere opening. Uh, Rick en Rick, voor als jullie kijken. Superleuk. Ik vind het echt leuk dat jullie gewoon weer nieuwe dingen blijven doen. Lekker blijven vernieuwen. Uh, dat kunnen we denk ik met z'n allen alleen maar heel erg aanmoedigen. Dus dankjewel daarvoor. Nou, we zien dus het vliegtuig Kneiters hard een looping maken of whatever. Ja, die gaat echt helemaal omhoog. Oké, okay, dat is... Dat, dat is niet oké. Okay. Uh, dan zien we Joshua zien we langskomen. En hier heb je dus ook weer een tekst. En die zie je hier in dit shot. En volgens mij, ik ben super hyped voor deze aflevering. Maak geen geluid. Staat er daar op de muur. Ik hoop zo. En je ziet ook al dat poppetje daarachter. Ik hoop zo dat dat zo creepy scène gaat worden. Dat je denkt, oh. Echt een beetje zo'n zo zo milde horrorscène. Dat kan zo spannend zijn. En zeker als kandidaat. Ik had ooit zelf een keer meegedaan met, met Get Owned. En daar hadden we ook de eerste opdracht die we moesten doen. Moest je ook een soort van horrorhuis in. Nou nah, jong, ook al weet je zeg maar, als, als je kijkt naar de televisie, dan denk je ze van... Ja, het is gewoon productie, weet je. Wat zijn acteurs? Maar je weet dat niet als deelnemer van zo'n programma. En dan kom je daar binnen en oh my god, het is echt zo spannend. En ik kan me voorstellen als jij die tekst leest. Maak geen geluid. Vol volgens mij ga je echt kapot. <laughs> Dus ik kan daar niet op wachten. Volgens mij zijn het echt, echt toffe af, of, uh, opdrachten dit jaar. Nou, we zien daar ook nog meteen een shot van iemand met een, een, een lasergun. Dus had natuurlijk een laseropdracht in. Dat had Rick al gezegd tijdens het interview bij MolTalk. En dan zien we hier zien we Marije staan. We zien in het shot daarna zien we een soort van rat. Als je het even stilzet, dan zie je dat er jokers op staan. En je hebt dat er geldbedragen op staan. Dus waarschijnlijk kan je aan het rad slingeren. En uh, kan je dus iets van het rad krijgen. Er zal vast nog wel een twist zijn. Ik denk dat ze het niet volledig op kans laten aankomen. Maar ja, de jokers zitten dit jaar dus ook weer in het spel. We zien een lachende joker. Hartstikke gezellig. Erik de Zwart komt ook even een, achter een boompje vandaan. En hier zien we weer ja, veel creepy scenes. Misschien komt dat omdat het, uh, zoals Rick ook zei in Moltalk: dat uh, Tsjechië heeft natuurlijk ook wel een beetje van die verlaten plekken en zo. Ja, die kan je heerlijk... Spannend maken en, en leuke opdrachten daarin doen. Uh, we zien hier dat je door een soort van, ja het lijkt bijna een soort van sleutelgat heen kijkt en dan zie je iets wat opgeteld is. Misschien is dat ook voor een opdracht dat je moet bijhouden uh, hoeveel er geteld moet worden. Al. Alhoewel als ik kijk naar hoe hier is geturfd, dan is dat heel netjes gedaan. Als jij in een opdracht zit als deelnemer en je wilt snel iets opschrijven. Dan doe je het niet zo netjes. Dus ik heb niet het idee dat dit is gedaan door een deelnemer. Daarvoor is het iets te netjes gedaan. Ik denk dat je in je haast dat minder netjes zou doen. Dus ja, misschien is het iets anders. Misschien zijn het getallen die je moet onthouden. We hebben hier nog eventjes een shot van Rocky. Yeah, de straatvoetbalster. En nog wat mooie shots van de natuur. Uh, we zien hier ook een. Ja, wat is dit? Een, een, een torch die in de fik staat op een vlot. Nou, en op zich is dat wel toevallig, want we zien hier dus een vlot drijven. En dit is het enige wat je daarvan ziet in de leader. Je ziet iemand weg racen. Uh, verder zie je niets van die opdracht. Want we, we zien nu wel dat meestal de twee shots hebben wel met één opdracht te maken. Nou, het is ook allebei water, dus die kans is best groot. Maar als we kijken naar eerder in de uitzending van Moltalk, waar ze het land laten zien. Daar zie je dit shot. En dat is ook een vlot, alleen zie je dat er daar sleutels aan boomstamschijfjes uh, zitten. Dus het lijkt alsof de kandidaat misschien de juiste sleutels moet vinden. En dan weer naar een ander stuk uh, via het water moet. Ik denk dat die boomstamschijveren gewoon aanzitten voor productie. Dat uh, de sleutels in ieder geval niet kunnen zinken. Maar dat het door het hout zal blijven drijven. Dus ik denk dat we dat wel aan elkaar kunnen plakken. Daarna zien we Florentijn-Hofman. Nou, na Florentijn zien we een trein die wegrijdt. Uh, en als je goed oplet, dan zie je naast de rails dat er zakken hangen. Dus het lijkt wel alsof ze die misschien uit de rijdende trein naar binnen moeten jassen. En dat daar iets in kan zitten wat ze nodig hebben voor de opdracht. En daarna zien we nog een shot van de plattegrond van uh, Tsjechië, van die uh, treinlijn. Daar kan ik verder niet heel veel van maken. De Moldau Express, ik weet niet of dat er bestaat iets is. Als ik online zoek, kan ik niet echt iets vinden wat met treinen of iets dergelijks te maken heeft. Of de Moldau Express überhaupt. De Moldau is blijkbaar een rivier die daar loopt. En het valt me nu trouwens ook op dat de plattegrond is in het Nederlands geschreven. Uh, als het natuurlijk een, een Tsjechische plattegrond geweest zou zijn, dan zou het daar niet uh, Praag hebben staan, maar iets anders. Dus ja, dit is echt door de productie gemaakt. Dus dat aantal uren, ja misschien dat je binnen een bepaald aantal uur zoveel mogelijk zakken moet verzamelen of iets dergelijks. En dat je dan moet gaan kijken welke route je wil nemen. We gaan het zien. En hier komt dus ook een heel erg interessant shot. We zien hier de trein langskomen. En oeh, ik zit nu te denken... Kijk, we zien Rick hier nu staan. Zes stoeltjes staan klaar. Dat zou dus betekenen dat er al vier mensen uh, moeten afvallen voordat deze aflevering gaat plaatsvinden. Maar ik zit nu net te bedenken wat nou als ze de weg moeten vinden naar de executie. Want de stoeltjes zijn leeg. Is dat voor een reden? Is dat omdat eerste kandidaten de weg moeten vinden op tijd naar die stoeltjes? We weten dus in ieder geval dat dit een beetje halverwege het seizoen gaat plaatsvinden. In het volgende shot zien we Lakshmi voor een huis staan. En daarbij ook de eindfoto. Verder niet iets heel opvallends aan de eindfoto. Tuurlijk, mensen hebben op een bepaalde manieren hun handen, maar ja dat voelt ook een beetje als vijf jaar geleden dat dat nog hints waren ten slotte hebben we natuurlijk nog de eerste hint die we kregen van Rick dat tijdens het voorstellen en tijdens dat iedereen ging zeggen of ze nou wel of niet de mol waren dat de mol zich bekend had gemaakt nou ja iedereen stortte zich al meteen op Charlotte met dat zij een bepaalde uitspraak deed meteen aan het begin ben ik de mol uh, ja maar nee ik ben ik de... Ja, het zou zo kunnen zijn. Het, het zou een hint kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat door de rommel heen de mold heeft gezegd. Maar dat er heel moeilijk een hint uit te krijgen is. We gaan dit gewoon noteren van Charlotte. Maar het belangrijkste gaat het gewoon worden om tijdens de aflevering goed onze ogen open te houden. Dus dat staat ons een beetje te wachten qua opdrachten. Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een pool in de Wie is de Mol app. Mocht je willen meespelen, check de links in de beschrijving. Als de eerste pool vol is kan je de tweede joinen, kan je de derde joinen. Je snapt wat ik bedoel. Aan het einde van het seizoen krijgen de mensen met de hoogste scores ook nog even natuurlijk een vernoeming in deze serie. Want dan heb je het gewoon hartstikke lekker gedaan. Elke zondag upload ik natuurlijk top 5 hints en aanwijzingen. Vergeet niet op dit kanaal te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Alvast een hele fijne kerst- en jaarwisseling en ik zie jullie volgend jaar, 3 januari, de dag na de uitzending weer op dit kanaal waar wij de top 5 hints en aanwijzingen bespreken. Tot dan mensen. Ciao.